Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Disclaimer Gamers. En welkom in Noorwegen. Daar zijn we dan, Noorwegen. Waarom Noorwegen? En waarom een nieuwe map? Ja, goeie vraag. ik weet in ieder geval wel dat het echt een geniale map is. We hebben al een tijdje op zoek naar een beetje heuvellandschap-achtige maps. En nou, daar is dit er één van. Ja, een blauwe. Oh, die is van Bright. Die, dat is wel leuk. De naam staat erop, hè. Dat, die kunnen we er zelf op laten zetten. Misschien kan ik er straks wel even laten zien hoe we dat doen. Wat we moeten doen? Geflauwde. Dit is in ieder geval de kaart. Pop. Hoppatee. Kijk, midden in de fjorden. Southwest Norway heet de map. Ja, ik kan het alleen niet aanwijzen. De linkerkant die is geclaimd door iemand. Ik heb de rechterkant geclaimd. Die zijn allemaal boerderijen nog rondomheen. Rechts bovenin zit de hout vooral. Links heb je vooral het grasland en zo. En ik ben. Oh, kijk, daar zijn mijn trekkers. Netjes geordend. Zo'n klein beetje laggy op zich af en toe. Maar dat komt gewoon doordat het. Dat spel. Ja, dit is fancy auto. Waar komt deze vandaan? Geflauwd, maar dit was een mod en ik kon die trekkers doorheen. Het is wel een klein beetje gecheat, want dit ding heeft best wel pittig veel kracht. Dus ik weet niet of dat helemaal overeenkomt. Ja, dus ik was een beetje bezig met het maaien en zo. Dus als we even gaan kijken. Maar ik zal jullie meteen even laten zien hoe die rijdt dan. Want die moet niet hebben, ik moet dan op E drukken in plaats van op F. Het schijnt te helpen. Maar 41 liter brandstof. Ja, hij slurpt wel brandstof. Hij heeft een heel klein tankje. En omdat hij zoveel pk heeft, slurpt hij dus redelijk wat brandstof. Dat is wel een bijkomend feit. Dat is een hele kleine trekker, dus met heel veel kracht op zich. Zoals je ziet, er zitten heel veel van dit soort. Oh, ik zet er weer. Ik druk weer op F. En dan gaat hij haperen. Ja. Zo. Dit soort gekkigheden zitten erin. En ik vind dat wel gaaf. Het geluid is sowieso vet. En dat is dus echt wel heel veel aandacht besteed aan, aan de hele map. Daar ook wel van. Ja, de enige nadeel is, ik rij elke keer tegen dit grote hoopje op en dan sta je meteen stil met je auto. Mee trekken. Dan druk ik weer op F. Niet te geloven. Zo. Had ik alles opgehaald dan, want... Ik ben op deze velden bezig geweest. Nou ja, hier zie je het al. Ik had al twee verschillende type dingen geplant. Dus dat ging niet helemaal goed. Maar zoals je ziet, daarachter zit ook nog een veld. Oh nee, die heb ik nog niet opgehaald. Laten we die dus maar eens even gaan ophalen. Moet ik eventjes gauw weer terug om de... om de balen op te halen. Ik denk dat mooi is even gaan doen. En dit gebouwtje dat zie je overal, maar net weer in een andere vorm. Dus dat is weer omdat ze wel een beetje geheugen te besparen, zeg maar. Eén gebouw op heel veel plaatsen neerzetten. Dus dat is eigenlijk een beetje de standaard boerderij. Ik ga er weer tegenaan, hè? Niet te geloven. Ik wil er meteen ook maar even weer gaan tanken. Ik had het ervoor genomen, denk ik, om hem een beetje leeg te rijden, maar laat het dan maar niet riskeren, want als ik aan de andere kant. Dat is wel leuk, hè? Jawel. Risicootje nemen wordt bij het vak, hè? Dus even kijken, die moet ik hebben. Oh, daar staat mijn... wacht even, die moet ik zo nog even laten zien. We hebben namelijk al een aantal mods geïnstalleerd. Waaronder, bijvoorbeeld deze vrachtwagen. Daar staan mijn balen trouwens. Maar... Dat is ook weer op F niet te geloven.
En hij is wel heel erg smerig ondertussen al. Maar hij is wel super vet deze wagen. Al die opties worden bij de aanhanger. Die heeft ook super veel opties. Even kijken, als ik op 4 druk bijvoorbeeld, wat gebeurt er dan? En dan gaan die achterste dingen gaan bladen. Dat je ook met brede voertuigen het op kan zetten. 8. Kijk, dat zijn de boardplanks om de achterin breder te maken. Maar dan zie je ook dat die planken die komen hier vanuit dit rekje. Die gaan dus ook meteen daar naar achter toe. Dus dat is echt wel super vet. Wat nog meer? Extend. Oh ja, dat is wel eigenlijk een puntje van aandacht. Je moet diep uitschuiven voordat je die planken erop doet. Want als je die inschuift, dan zweven die planken natuurlijk eigenlijk op niks, zeg maar. Je ziet ook wel dat het in de texture aan de achterkant zit die fout ook in. Wat hebben we nog meer op dit? Plus en min. Nou, daar zie ik niet zo heel veel gebeuren. Oh, dat zie je aan de onderkant, die poot uitschuiven. Dan kan je dat makkelijker oplaaien. Wat hebben we nog meer? Die. Oh! Dan klapt hij uit. En nu duwt hij hem omhoog. Wat hebben we dan nog meer? 0. Oh, dan kan dat plankje kan je naar achter verschuiven. 0, dan hebben we 9. Okay, dan kan je nog iets verder omhoog rijden met je dingen. En dan met streepje kan je hem dus sneller naar elkaar toe doen en breder zetten. 8. Die hebben we gehad. 7 hebben we ook gehad. 5. Oh, dat zijn die achterste dingen. En dan gaan ook blijkbaar de lampen aan van de vrager. Maar ik kan dus ook. Oh ja, dat is breder maken en smaller maken. Oké. X moet ik volgens mij doen. Kijk, die had ik dus nou, zocht ik eigenlijk. Al die poten komen erbij te zetten. En dan heb je. Oh, dat is. Die gaat hier naar beneden. Hoppatee, zo. Kijk, dan kan je die breder maken. Die erop. Die erop. Die erop. Kijk, dan heb je echt de breedste mogelijke. Planken die je hebt. Kijk, die planken gaan er vanzelf af en dan schuift hij ook vanzelf in naar binnen. Zo. Dat is natuurlijk. Dat blijft niet doorgaan. Maar goed, laten we verder gaan. Want we gingen natuurlijk dat spul nog even ophalen. Om ook een partij diesel uit te uitdagen, joh. Niet te geloven. Echt benieuwd of ik de diesel opdrijf, wat er dan gebeurt ook. Ik denk dat ik daar gewoon stil blijf staan. Dat heb ik nog nooit gehad eigenlijk, met een trekker waar de diesel van op is. En ik moet wel uitkijken, want ik heb die ronde banen natuurlijk, dat ik dat zie niet de helling afrollen. Dat heb ik dus nu ook al een paar keer voor elkaar gekregen, dus dat is wel een puntje van aandacht op zich. Dat ik dat in ieder geval niet voor elkaar ga krijgen. Zo. Hij doet het, dat is fijn. Ik heb geen enkele moeite om dat ding eruit te trekken. Daar gaat hij, hè? Naar het midden toe, hè? Valt mij.
Dat mag, naar het midden. Oh, het stuurt wel heel strak dit. Ja, heel goed. Hier ligt een beetje een hele brede baan, dus... Nee, die gaat hij niet in één keer meepakken. Ja. Weet je wat, we doen even een rondje. Kan, misschien is dat makkelijk, hè? Even naar het midden rijden, zodat ik hem niet kwijtraak. Makkelijk, hè? Want anders komt hij straks alle kanten op. Zo. Maak dan het slontje weer af. Schepbochtje. Ik hoop dat je alles hebt. Dat zullen we straks wel zien als ik terugkom. Probeer gewoon in het midden te rijden. Ja, weer vol. Ja, zo zien heb ik alles. Oh, is. Maar blijven liggen, hè? Kijk, dat gaat natuurlijk nooit goed. En zie je, het gaat natuurlijk niet goed. Hey, het tankdingetje wordt rood. Onder de 30 liter. Oh, ik ben toch wat vergeten. Dat is jammer. Buitenbocht. De zeegeluiden hier. Geniaal vind ik dat hoor. Klinkt dus zo lekker. Excuus, dat was ik. Nou zit hij al? Oh ja, ik moet wel. Oh, nou zit hij al. Zou ik hem nou deze keer wel doorheen kunnen? Zo. Ik ga het volgende rondje gewoon even oppakken. Zo. En eroverheen. Ik denk toch dat we ons tank leeg gaan halen. Ik ben wel benieuwd wat er dan gebeurt. Als ik dan gewoon zegt motor uitklaar. Dat hij zegt dat hij niet meer kan rijden. Nou, dat mag, dat mag. Huh.
Maar ik hier nou weer 2. 2, gewoon 2. Ik weet niet wat 2 betekent of hoeveel dat is, maar dat is wel heel vreemd. 2. Dus we hebben hier nog een klein hoopje. Hop, hop. Dan gaan we hier. Ah, bijna al. En dan lagen we die gewoon ertussen neer. Die wou ik gaan rollen, dat is vreemd. En niet handig vooral. En weer een ronde. Hoppatee. Ik kan elke keer net niet twee banen doen, dan zit het weer vol. Dat is wel zonde eigenlijk. Dan zit hier 80%, 90. Nou, nu zijn we er bijna denk ik. Die mag wel onder van mij. Pak je net niet, hè? Eigenlijk moet dat laatste plukje toch opruimen. Nog maar een beetje aantikken dan. Hij heeft hem, hij heeft hem. Oké, top. Doe deze even hier achter neer. Zo. Dan mag ik de banen nog even ophalen. Ik denk niet dat ik ze allemaal mee kan nemen als ik het zo zie. Dat is wel mooi. Ik kom natuurlijk van de hele complete veel pop. Hij zit er al. Dat vind ik zo mooi, hè. Dat hij gewoon in één keer alles omdraait en goed legt. Ja, anders is het natuurlijk ook geen werken. Dat is natuurlijk wel. Dat is natuurlijk ook wel zo. Ik ga natuurlijk niet. Dat ding. In een spel goed gaan leggen en zo. Zullen we ze allemaal mee kunnen krijgen? Ja, tussen. Nee, niet hè? Nee, eentje. Ah, dat is zonder dit. Eentje. Ja, daar lag er al één op hè, daar lag het aan. Gaan we even terug daar neerzetten. Misschien kunnen we het nog weer tot hier redden, maar... Wie weet. Ik vind het echt zo eerlijk rijden, hè? Het is gewoon de details, of het gras en zo, en...
Nou, de rest van het dorp valt op zich wel mee hoor, hoe dat eruit ziet. Het is allemaal redelijk. Ja, we kunnen het dorpje straks nog even gaan kijken. Laten we dat zo nog maar even gaan doen. Oh, dan heb ik weer bijna tegen de beeld aan. Zo. Oh. Hier staan trouwens ook de zaden, zoals je zag. Dat is ook wel handig. Dan hoef je niet elke keer heel end voor te rijden. Bijna elke boerderij staat wel zo'n dingetje voor zaden. Dat is wel handig. Er staat een of ander gaar ding, maar daar kan ik gewoon doorheen rijden. Dat is wel handig. Ik sta namelijk mooi stapelen hier. Ik weet niet wat dat zware geluid is, dat moet ik jullie ook helaas. Dat zou ik, het zit in die boerderij, maar verder weet ik het ook niet. Ja, gaan we weer. Even die laatste gauw ophalen. Dan laat ik jullie de boerderij nog even zien. Ah, weet je wat? Ja, het 14 liter. Ik wou eigenlijk in deze aflevering dat het ding leeg is. Weet je wat? Ik skip even een stukje vooruit. Dan rijd ik even gauw dit ding heen en weer. En dan ben ik zo weer terug. Zo. Ik was bijna in de stad. Nou, zul je natuurlijk net zien dat. Nou, gelukkig net niet mijn tank leeg is. Anders stond ik nog op het spoor stil. Dat zou ik nog even wezen. Ja, ik was onderweg richting de stad namelijk. Maar het kan niet lang meer duren voordat nu mijn tank leeg is. Dus ik ben benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Nul liter. Nul liter. Waar komt het dan? Daar komt het. Misschien is 0 liter ook nog 0,9 of zo, maar goed, oké. Okay. En nu? Volgens mij had ik er nou wel 1 liter afgereden ondertussen. Nul liter. De motor draait nog. Maar hij kan niet meer rijden. Oh, heerlijk. Daar zijn we dan. De motor staat nog wel. Goed, wat gaan we dan doen? Dan moet ik even door onze voertuig heen tabben. Want er is ergens op de map, weet ik toevallig, een tank met zo, die is ook smerig zeg, jezus. Nee. Ik weet namelijk dat er ergens een tank met brandstof staat, maar waar? Dit is op de. Ja. Oh hier, kijk. Daar is die hoor. Waar zijn we? Oh, dat valt er mee. Pak met het tankstation. Ik vind dit wel echt een super gaaf ding. Even kijken, waar gaan we heen? Die kant op. Check it out! MAN met een tweede, zo'n oplader erbovenop. Ik kan me alleen wel herinneren dat er was iets wel met deze mod mis, want je kon. Ik geloof niet dat je dat ding er dan weer af kon halen als die er helemaal op zat, maar dat weet ik er nou ook niet meer van. Je hebt namelijk de IT-runner, eigenlijk is dit een vrachtwagen met een IT-runner, zeg maar. Met zo'n bak erop. Oh, ik kan mezelf ook reviewen. Oh, daar staat hij.
Oh, hij moet natuurlijk op E drukken om uit te stappen. Dat schijnt wel handig te zijn. Dit vind ik wel echt een vette screenshot waard. Natuurlijk op E drukken om in te stappen. Review. Ja hoor, daar gaan we. Hoeveel liter gaat erin? 120? 130? 140? 150? Nou, ah, dat is natuurlijk niet heel veel. Oh, hier, de eerste liter is eraf. Ja, maar dat is natuurlijk heel snel als je 0,1 eraf gaat, zeg maar. Zo. Dames en heren, bij deze. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het wel leuk. Hé, die lampen staan aan. Ik vind deze trailer sowieso echt super vet. Dus, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye.